Jeetje, man. Ongelooflijk veel dvd's heb jij. Ja. Wat is nou je absolute lievelingsfilm? Deze. Dit is de beste, de allerbeste film? Ik heb deze nog niet gezien. Mag ik hem van je lenen? Nee. Maar ik ben heel benieuwd naar deze dvd. Ik wil hem heel graag een keer zien. Dus die kan ik niet even van je lenen. Nee. Oké. Helaas, dat wordt geen filmavondje voor mij. En misschien is dat maar goed ook, want Roderick en ik hebben een belangrijke missie. Waarom heb je mij nou een brief gestuurd? Ik heb een briefje naar jou gestuurd om te voor opa leren om te koken. Maar kan hij dat niet dan? Nee. Maar wat eet hij nu dan? En brood en soep. Dat is het enige wat hij eet? Ja. Het is echt jammer. Hij moet echt heel sterk zijn. En waarom moet hij sterk zijn? Hij moet wel leven. Dus blijf goed eten. Ja. Ja. Toen oma overleed, wat heeft dat gedaan met Roderick? Nou, zijn zorg naar opa kwam sterker naar boven. Ja. Roderick is heel zorgzaam, heel lief. Ja. En altijd voor opa. En nu dus ietsje meer, hè? Ja. Dus hij zorgt voor dat opa goed eet. Dat hij vaak is, want Roderick brengt gewoon gezelligheid met zich mee. Roderick is heel innemend. En dan bij opa zijn, ja, dat vindt hij gewoon. Dan maakt hij opa vrolijk en dan gaan ze samen een hapje eten buiten de deur. Ja. Want koken kan opa niet. Dus en dan heeft opa ook weer een gezellige dag. Ja. En dan zijn ze allebei blij. Ja.